Oh, is dat? Slaat allemaal los nou. Veiligheid, dat wordt wel een issue hoor. Ik ga daar niet met mijn hand even in het vuur steken wat vorige week is gebeurd. Vorige week is er zo'n stuk steen naar beneden getonderd. Deze gaan we vervangen, die gaan we vervangen en die. Dit lantaarn is uit de bouwtijd. Laten we dit gewoon niet aanraken. Laten we dit zijn. We hebben hier een aantal stukken beeldhouwwerk uit de toren afgenomen. Die zijn hier naartoe gebracht. En die worden hier door de beeldhouwers eigenlijk gekopieerd en opnieuw vervaardigd. Er zijn eigenlijk bijna geen echte ambachtelijke vergulders meer in Nederland. En ik denk dat ik een van de weinigen ben die nog alle ambachtelijke technieken beheerst. En we hebben de windvaan twee keer verguld. Twee keer met 23 gram goud, dus dat je een extra dikke kwaliteit plat goud hebt. En dat is eigenlijk heel simpel. Je legt het tegen de lijmlaag aan en je drukt als het ware met een kwastje. Ja, druk je het goud op de lijmlaag en je trekt het transfertje weg. Dan blijft het goud zitten. En daarna ben ik al die lijnen gaan inschilderen. Je kan als het ware de draaiingen van de bochten maken. Dit is een hele oude techniek. Ik weet eigenlijk 100% zeker dat de schilder in 1910 deze ook gebruikt heeft. Ja, want met andere percelen lukt dat bijna niet. Ja, en toen werd deze techniek ook al toegepast. Alleen je moet heel geconcentreerd en rustig blijven. Want het grote probleem is met het inschilderen van de windvaan. Als het fout gaat, kan je het niet meer herstellen. Dan moet je eigenlijk opnieuw gaan vergulden. Ik ben niet ontevreden, moet ik eerlijk zeggen. Dus, zeker gezien de tijdsdruk, denk ik dat het resultaat mooi is geworden. Ja, we zijn hier in het schilderijendepot van het Centraal Museum. Hier hangen zo'n paar duizend schilderijen, topstukken, andere dingen. Maar er hangen ook heel veel schilderijen met de Domtoren erop. En die vertellen echt hele interessante verhalen. Bijvoorbeeld deze. Dat is een hele grote. En dat is ook een heel merkwaardig doek eigenlijk. Want het is een naschildering van een muurschildering die in de Jacobikerk is gevonden in 1882. En het is een heel interessant schilderij eigenlijk, want het vertelt als een van de weinigen iets over het laat-middeleeuws Utrecht. Dit zou Utrecht moeten zijn, gedateerd rond 1480. En je kijkt eigenlijk naar een, ik denk ook wel een beetje gefantaseerd landschap. Maar er zitten ook wel echt duidelijke Utrechtse elementen bij. Jacobikerk, misschien is dit de Mariakerk. Je ziet een deel van de ommuring. Eén ding is niet te missen en dat is de Utrechtse Domtoren. En het leuke van dit schilderij is dat de toren aanvankelijk gek genoeg op de omgang van het eerste vierkant geen balustrade had. Die is pas bij de restauratie, gaan we straks een ander schilderij zien, aangebracht. Dus je kon er wel lopen, maar het was wel bloedje link, want je kon het zo afvallen. En wat dit schilderij ook heel interessant maakt, is dit gekke ding. En dit is een steunbeer die ze waarschijnlijk rond 1450, 60 hebben aangebracht. Misschien om de architectonische vormen van de toren wat aan te passen. En wat ze in de middeleeuwen heel vaak deden, was een voorbeeld maken. Dan gingen ze dus goed kijken van, vinden we het mooi? Ah, nog een beetje zo, nog een beetje zo. En als het dan klaar was, zoals ze vonden dat het moest zijn, dan was dat het voorbeeld voor de rest. Dus in dit geval hadden alle vier de hoeken van de Domtoren dit moeten krijgen. Maar waarschijnlijk vonden ze het toch niet zo'n succes. Wat ik ook wel een beetje snap. En hebben ze het uiteindelijk bij de eerste restauratie, rond 1520, weer weggehaald. Ja, ik heb het gehoord. Nee, maar dat heb ik al gehoord. Ja, dat gaat snel, hè. Marcel die sprak.
Ja, ik vind dit wel iets wat spannend, ja. Dat lipje hou ik niet zo van, nee. Een noodzakelijk kwaad. En ja, het is vooral dat je dan een beetje dat je de controle niet hebt. Yes. Moet dat echt, die handschoentjes? Even zuchten, Dennis. Daar komt hij, hè. Zo? Ja, dan moet je gewoon samen een waspakje. Aan de onderkant? Ja. Even zo. Nou, en dan later. Gaat hij hier, hè? Yes. Wauw, prachtig moment. Wauw. Het is heel idyllisch allemaal. Het is echt... En dan moet je kijken, joh. Blauwe lucht en mooie witte daken. Een heel mooi moment. Ik bedoel, dit is eens in de 50 jaar. En het feit dat ik nu toevallig de wethouder mag zijn die hier dan de windvaan terugplaatst. Ja, dat is bijna niet te beschrijven. Ja. En hier hebben we een heel bijzonder... stuk uit de circa 1525. Hier is eigenlijk nog die hele mooie laat-middeleeuwse situatie. Plus, en dat is vrij uniek, de stadsmuur staat er ook nog helemaal bij. En ik denk wel dat het namelijk 1525 ongeveer goed te dateren is... omdat daarvoor, 5-6 jaar lang... de Domtoren in ieder geval in de stijgers zal hebben gestaan. Want hij werd gerestaureerd. Maar hij staat hier A, niet meer in de stijgers... maar wat nog even veel interessanter is, is dat hij... onderste vierkante balustrade heeft. Hij is nog niet zo gedetailleerd getekend als de bovenste, maar hij is wel duidelijk aangegeven. En die balustrade werd pas toen aangebracht. Net als andere elementen die zelfs nu nog op de Domtoren zitten. En die hadden allemaal te maken met het aanpassen aan de laatgotiek van het schip. Het schip rond 1518, 1519 is min of meer gereed. Hè. Maar dat is van een veel latere gotiek... dan het begin van de Dom. Er zit natuurlijk in heel die bouw 250 jaar tussen. En die mode in de gotiek verandert mee. Dus we hebben hier de Domtoren willen aanpassen... zodat hij weer netjes erbij stond. Maar ook modern jasje van de gotiek op dat moment. En dat vind je dus terug in dit soort elementen. En die zie je ook heel goed op dit schilderij. Wir haben seit einigen Jahren ein Projekt zusammen mit Utrecht und Zanten, weil es um die Bearbeitung des mittelalterlichen Trachits geht, der an allen drei Kathedralen verwendet worden ist. Und so arbeiten wir sehr eng zusammen in der Forschung, in der Materialbestellung und in dem Austausch auf den Baustellen. Sie kommen aus Keulen und Xanten. Und die zwei Kirchen, die sind gebaut. Uit de steensoort waar we hier ook mee te maken hebben. En omdat die eigenlijk in Nederland niet veel voorkomt en we niet precies wisten hoe we daarmee om moesten gaan, hebben we in het voortraject contact met ze opgenomen. Ze hebben enorm veel kennis die wij hier konden gebruiken. Für uns ist das total bereichernd, einfach weil wir nun mal die ähnlichen Steine haben. Gleiche Zeitstellung, also ich glaube, Utrecht ist nur 2 Jahre nach Köln begonnen worden, also wir sind zeitlich nah beieinander. Die Werkzeuge sind die gleichen gewesen, die Versetztechniken unterscheiden sich nur unwesentlich, aber wir wissen über diese Zeit sehr wenig. Und so eine Kathedrale in Köln oder auch jetzt hier in Utrecht, das sind ja sehr komplexe Bauwerke und eigentlich kann man sich alleine das überhaupt nicht erarbeiten. One of the most important things of this restoration is to keep the building history visible after we are done. When it's a 1900 block, it's we use this type of treatment. If we are sure it's a middle age block, then we use the middle age treatment, and we're very, very strict. Okay. Also to keep everything we do recognizable and readable for the future. Yeah.
Ja, die Idee ist sehr gut und es hat sich entwickelt, ein dynamischer Prozess, dass man eben jetzt auch wirklich ganz kleine Austausch nur vornimmt, nur wo wirklich was kaputt ist und nicht eben ganze Steine mit neuem Material ergänzt, ersetzt. Das ist also eine sehr gute Lösung auch für unsere Nachkommen, die uns ja auch daran messen werden, was wir hier getan haben, wie behutsam waren wir mit der Substanz. So kann ich das eingeschätzt. Ze waren erg positief en wat ze vooral leuk vonden was hoe de bouwgeschiedenis, ondanks dat we blokken vervangen, toch de bouwgeschiedenis afleesbaar houden. Want ja, bij elke keer als je natuurlijk restaureert gaat er weer een laagje van de bouwgeschiedenis af. We werden einige ideeën heute mitnehmen naar Köln en ze bestimmt diskutieren. Also wir kriegen immer wieder Hinweise und neue Ansätze und neue Gedanken, über die wir nachdenken können, die unsere Konzepte mit Sicherheit bereichern. Ja, das ist ganz wertvoll. Okay, yes, you can take it. We zijn een aanpassing aan het maken aan het carillon. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen het klavier, de draden en de klepels, dat er een aanpassing aan komt. Waarbij ook sommige klepels worden vervangen naar wat zwaardere klepels. De klok die moet je met de klepel aanslaan op het uiterste puntje van de klepel om de mooiste klank te krijgen. En die klepels die zijn hier zodanig versleten, dat de klepel behoorlijk plat geworden is. Die moet weer opnieuw rondgemaakt worden. Want je moet je voorstellen dat op de pneumaat, hierachter ligt een pneumaat, dat is een systeem. Dat is een systeem die ervoor zorgt dat elk uur een melodie zal plaatsvinden. Los van de bijadier. De bijadier heeft het handspel. En dit noemen wij de pneumaat. De pneumaat is elektronisch aangestuurd met lucht natuurlijk. Hierachter op de grond staat een compressor. Nou, die heeft een bepaalde bar. En elk pistoen die je hier ziet, die losse staafjes, die drukt door middel van lucht naar beneden. En dan gaat de toets spelen. En afhankelijk van welk pistoen erin komt, dan gaat er een toets naar beneden en zo ontstaat er een melodie. En afhankelijk van dit systeem en handspel en hoe vaak er wordt gespeeld, leiden die klepels natuurlijk wat. En in de loop van de jaren worden die zodanig plat. Ja, dat er ook niet meer de juiste klank uitkomt die daarvoor bedoeld is, zeg maar. We nemen het klavier en de klepels mee naar onze fabriek in de Brabantse Asten. Daar wordt alles gerestaureerd. Voor de stad Utrecht betekent het dat omdat wij alles demonteren, dat er geen klank meer uit de toren zal gaan komen van het carillon. Omdat wij de verbinding tussen de klokken weg hebben gehaald, we hebben de klepels weggehaald. Dus het zal stil zijn de komende tijd in de stad Utrecht zonder carillon. Ik vind dit one of my favorites als het gaat over de stad. Dit is een schilderij van Joost Cornelis van Droogsloot. Het heet de Ganzenmarkt. Je kijkt natuurlijk naar de Ganzenmarkt. In onze catalogus staat hij nog op 1620. Maar ik denk dat je aan de hand van de Domtoren kan zeggen 1618. Was de stad gewoon nog zoals die hier laat zien. En die Domtoren is hier echt, vind ik zelf, heel erg mooi. Wat interessant is aan de Dom is dat je ziet hier in 1618 dat hij nog helemaal picobello erbij staat. Alle versieringen zitten erop, dus de pinakels hier bovenop, uiteraard de windhaan, maar ook de balustrades zijn helemaal picobello in orde. De stad bemoeit zich er veel meer mee dan vroeger in de middeleeuwen en die zeggen we willen eigenlijk een goede tijdsaanduiding op die toren. Want waar kan je nou eigenlijk een klok zien in de stad? Nou, dat is best op de Domtoren. En je kijkt hier eigenlijk naar een Domtoren die net voorafgaand dat die grote 4 meter brede wijzerplaten er worden aangebracht. Waarvan we ook uit de archieven weten dat zelfs die stoere mannen die het omhoog moesten doen, doodsbenauwd waren om dat te doen. Omdat het ongelooflijk zwaar werk was
als je dat weet, dat dat bijna staat te gebeuren, dan maakt het schilderij nog spannender, vind ik. Het restauratieplan is eigenlijk zo dat stenen die moeten eigenlijk 50 jaar minimaal meegaan. Dus alles in het werk zeg maar, wat niet meer 50 jaar kan overleven, wordt nu vervangen. En daar gebruiken we nieuwe stenen voor. We bestellen alle stenen bestellen we in het buitenland. En dat komt allemaal naar Winterswijk hier om verder te bewerken. Ja, de Portlandsteen komt uit Zuid-Engeland. Dan hebben we de Weiberner Tufsteen, die komt uit de Duitse Eifel. En dan hebben we nog de Montemello Trachiet. Die komt uit Italië. Dus totaal is het 600 kubieke meter aan natuursteen die moeten verwerken. We hebben totaal 12.000 items die moeten maken. En het varieert van werkstukken waar je een half uur aan bezig bent, tot werkstukken waar je meer dan een maand aan bezig bent. En die doen we hier in eigen werkplaats, doen we die zagen en voorfrezen met de machines. De computergestuurde machines doen ze helemaal voorbewerken. Collega's van mij die gaan de domtoren op, die meten daar de buitenmaten op. Vervolgens maken ze dan mallen van. Daar worden vervolgens 2D of 3D tekeningen van gemaakt. Vervolgens worden die in 2D op folie uitgetekend en uitgesneden. En vervolgens gaan mijn collega's met die mallen de bovenop om daar de stukken te controleren. En vervolgens gaan wij vanuit die 2D of 3D tekening gaan wij dan fabriceren. Dan doet hij grof wegprezen. De restanten die te groot zijn als eerste wegprezen. Vervolgens gaat hij in stappen van 3 mm gaat hij langzamerhand naar de vorm toe die hij bereiken moet. In totaal duurt het 48 uur. Na de voorbewerking gaan ze naar de werkplaats waar ze op de ambachtelijke manier worden afgewerkt. Dit blok komt net uit de zagerij, dus hij is helemaal ruw voorgefreesd. En zometeen gaan de steenhouwers hiermee aan het werk. Al het ruwe werk wordt weggehakt en daarna wordt hij met de hand helemaal afgewerkt. Precies zoals het oude werk er ook uitziet. Nederland is altijd een beetje lastig geweest om zijn restauratiesteenhouwer aan de gang te blijven. Op zijn groot werk, zijn domtoren, krijgen we ook kans om weer mensen op te leiden voor de toekomst. Zulke grote werken zijn heel belangrijk. Nou, Erik Jan Brands, de architect, die heeft de pensioenleeftijd bereikt en die gaat dus met pensioen. Voordeel wel is dat hij wel direct heeft aangegeven van dat hij voor het restauratieproject Domtoren wel doorgaat. En dat hij dat nog netjes af gaat maken volgend jaar. Omdat het natuurlijk ook een klein beetje zijn levenswerk is en misschien wel de kroon op zijn werk. Dit is eigenlijk ja, echt officiële infunctie laatste bouwvergadering. Waarbij ik dan ook wel weer heel prettig vind dat je stiekem natuurlijk al hebt aangegeven. Ja, ik ga met pensioen. Maar het Domtorenproject blijf ik toch nog eventjes netjes afronden. Dat wordt in ieder geval zeer gewaardeerd. Ja. Zo ver het me toestaat, want zij moet mijn uren declareren. Ja, we hebben een stuivertje gewisseld, toch? Ja, stuivertje. Hij heeft gelukkig een assistent, Carlijn de Wild, die al het hele project al meeloopt, die eigenlijk zijn rol volledig kan overnemen. Dus de twee-eenheid blijft een twee-eenheid voor het project, maar hij heeft ook een hele waardige opvolger. We hebben nooit echt een hele collegiale verhouding gehad, maar het was bijna een vader-dochter verhouding op professioneel gebied. En dat is heel fijn samenwerken geweest. Het was ook heel emotioneel toen hij dus met pensioen ging. Weet je, je bent in één keer je leermeester kwijt en dan ja, moet je het zelf doen. Ze is eigenlijk begonnen als zijnde misschien wel lerend naar het formeel architect worden, naar een van de grote kennisdragers in het project. Het is een kleine wereld, het monumentenwereldje en de restauratiewereld. En ik ben er wel van overtuigd dat Carlijn daar een hele grote stempel op gaat drukken de komende tientallen jaren. In heel Nederland, ja. Zal ze misschien spannend vinden om te horen van iemand anders, maar zo kijk ik er wel tegenaan. Ze doet het gewoon hartstikke goed. De klokken zijn blijven hangen, maar we hebben nieuwe klepels gekregen. Want er is een geschrift van een 18e eeuwse Utrechtse bijaardier. En die heeft een heel hoofdstuk gewijd aan klepelgewichten. Nou, en dat hebben we goed bestudeerd.
En op grond van die gegevens hebben we een nieuwe gewichtschaal voor de klepels opgesteld. Die zijn zwaarder dan de klepels die erin zaten. Dus daarom zijn we nou heel precies aan het afregelen. Want je moet de toetsen wel naar beneden krijgen. Deze klok hier, de grootste klok, die had een klepel van 98 kilo. En nu hangt er een klepel van 135 kilo in. Er was in de 60e jaren van de vorige eeuw een streven om alles zo clean mogelijk te laten klinken. En daarvoor elke oude klok die niet 100% op toon was of in klankkleur was, die werd aan de kant gezet en er werd een nieuwe klok voor in de plaats gezet. En dat hebben we hier nooit gedaan. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn ze zo radicaal aan het restaureren gegaan dat er van de oude klokken nog maar een paar in de torens hangen. Door de luchtverontreiniging zijn heel veel oude klokken aangetast. En deze bijaard van de Dom, die is weinig aangetast. Waarschijnlijk omdat die zo hoog hangt. Was weinig industrie. En weinig verontreiniging kennelijk. Want in Amsterdam, daar zijn de hemodiebijaarden uit de 17e eeuw veel sterker aangetast door corrosie. Dat komt dus nergens in Nederland voor dat alle 17e eeuwse klokken nog in de bijaard zitten. Dit is van wereldklasse, dit is absoluut uniek. Deze bijaard is gaaf, vrij gaaf overgebleven. Kijk, al die klokken zijn uit de 17e eeuw en dit is nieuw. We gaan richting het einde van het project. Dat betekent dat we natuurlijk ook langzaam een moment gaan krijgen dat we met de stijger moeten zakken. We hebben de torenspits bovenin met het leiwerk, met het koperwerk wat er zit. Met de toppen van die pinakels die daar nog volledig gerestaureerd moeten zijn. Ja, als je natuurlijk gaat zakken met de stijger moet dat allemaal klaar zijn. En dat moet allemaal passen in die planning. En dus moeten wij er nu voor zorgen dat we ook echt niks vergeten zijn. Ook kleinere details en werkzaamheden goed en volledig hebben verricht op de plekken waar binnenkort de stijger gaat zakken. We gaan de bovenste balustrade als het ware weer vrijgeven. Daar gaan de slagen van weg. En dat is de lantaarnkroon als het ware. Ja, dat is heel mooi beeldhouwwerk wat van oorsprong uit 1900 komt. En hebben we aangevuld met nieuwe blokken waar dat nodig was. Dat is fantastisch mooi om te zien. We gaan vandaag de stijger laten zakken. Dus het is een heel bijzonder moment. En ik had het er gisteravond met mijn jongens over. En mijn jongste die heeft nog helemaal niet de Dom zonder stijgers gezien. Dus ook voor heel veel kinderen in deze stad of nieuwe Utrechters wordt dit echt een nieuwe fase. En volgens mij gaan we nu gewoon symbolisch die stijger slopen. Nou. Yes. Ja. Langzaam maar zeker gaat hij zakken en volgend jaar hebben we natuurlijk een heel mooi feest met elkaar in de stad als we ook de Dom gaan openen. De Dom hoort bij de stad en is een icoon van de stad en uiteindelijk wil je natuurlijk ook weer dat hij in volle glorie weer zichtbaar is.